De Bikkels die dinsdag toch de hitte trotseerden op de oorspronkelijke eerste dag van de Vierdaagse, kregen in Bemmel een meer dan verdiend applaus. Stichting De Bol stond als vanouds langs de route om wandelaars een hart onder de riem te steken. En daar zijn ze behoorlijk fanatiek in. We staan hier in Bemmel en er is een fantastische groep dames en een enkele heer erbij in een shirtje van de gemeente Lingewaard. Dames, meneer, wat staat er hier te doen? Nou, wij gaan de lopers aanmoedigen natuurlijk. Hè. Het zijn er niet zoveel vandaag, maar we gaan ze wel aanmoedigen. En we gaan straks zelf even een klein rondje met een aantal wandelaars door Bemmel lopen. En hoeveel wandelaars heeft u al voorbij gekomen vanmorgen? Nou, ik was vanmorgen om 8 uur even in het dorp en toen liepen er zeker al 100, denk ik. En doet u dit iedere dag? Staat u hier iedere dag? Wij staan iedere dag langs de kant. Morgen in Weert, donderdag in Bergendal en vrijdag op de Sint-Annastraat natuurlijk. En altijd om de lopers te aan te moedigen? Ja, natuurlijk. Wij roepen altijd tot morgen. We hebben ook altijd een bord bij ons waarop staat tot morgen in Weert of in Bergendal of in Nijmegen. Ja, ja, u bent zelf ook wandelaar? Ja, wij wandelen iedere 14 dagen met een groep van zo'n 40 tot 80 mensen. Ja, en we zijn dus stichting De Bol, de Bemmelse organisatie, ladies. Ja. En wij organiseren buitenwandelingen ook nog andere dingen. Prima. Komt zojuist een groepje wandelaars aan, dus die kunnen we nog even meepakken. Ik ga nu het rondje Bemmel maar toetsen. Dus het is een verzamelpunt hier op dit moment, allemaal mensen uit Bemmel? Voor vandaag even een verzamelpunt hier in Bemmel, ja. Okay. Ja. En ook aan de andere kant komen mensen uit Bemmel aan, zie ik. Ja. Ja, we komen van alle kanten, hè. Okay. En u gaat zo dadelijk met z'n allen een rondje op stap? Ja, wij gaan een rondje op stap en dan drinken we onderweg ergens een glaasje appelsap. Ter verfrissing. We hebben allemaal toch even het Vierdaagse gevoel gehad. Okay. Veel plezier dadelijk. Fijn dat jullie de sfeer er een beetje inhouden. De burgemeester zou trots op jullie zijn.